Onder massale belangstelling van de media zette Jaap Stam vanmiddag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar bij Pek Zwolle. om vervolgens te proosten op de samenwerking. Stam is in de ogen van Pex Zwolle de ideale crisismanager die de club in de komende vier maanden kan behoeden voor degradatie. En ik weet dat je dan iemand nodig hebt die heel snel de klappen van de zweep kent en bijvoorbeeld ook een organisatie kent. En uh, nou, Jaap kent de organisatie, die weet hoe wij voetballen. Die heeft hier uh, drie jaar lang is hier ook, uh, ook trainer geweest samen met, uh, met Ad Langender. Intermens betekent uh, er bovenop zitten, korte klap maken, snelle, snelle uh, omschakeling maken van het een naar het ander. En uh, daar, daar beschikt hij bij wat mij betreft bij uitstek over de, over de gaven die we, die we daarvoor nodig hebben. En ook Jap Stam zelf is blij dat hij weer terug kan keren bij Pek een, een, een mooie club. Een club die uh, de laatste jaren heel goed uh, heeft gedaan. En er heel veel progressie in, uh, in zit. Uh, dit jaar een moeilijke periode heeft gehad wat we allemaal weten. Nou, uiteindelijk worden dan bepaalde beslissingen genomen. Uh, je wordt dan gevraagd of je daarin wil, in wil stappen. Nou, dan heb je bepaalde gesprekken daarover. Ja, dat geeft toch een bepaald gevoel bij mijzelf ook natuurlijk, dat je dus hier terug, uh, terug kan komen, weer aan de slag kan, kan gaan. En hopelijk natuurlijk wel tot resultaat kan, kan gaan komen. Want het is niet alleen maar uh, om hier te komen om een bakje koffie te drinken en om lachen met iedereen die je al kent. Daar, uh, daar kom ik niet voor terug. Ik kom hier even voor terug om, uh, om met dit elftal iets te gaan uh, bewerkstelligen, om iets te gaan bouwen, om resultaten te boeken. Die resultaten kan hij gaan boeken met een selectie die een kwaliteitsimpuls krijgt. Stam wil er in elke linie een speler bij. De club wil de nieuwe aanwinsten het liefst al voor het trainingskamp van volgende week presenteren. Nou, daar doe ik wel uh, mijn best uh, voor om dat uh, voor elkaar te krijgen. Garanties uh, hebben we niet, hè, want uh, wij zijn een partij. Maar dat is, is natuurlijk ook een andere partij. Dat is de speler en de zaakwaarnemer en een club die daar ook wel iets uh, van vinden. Tenminste de jongens die we graag naar PEC willen halen. Uh, dus daarin moeten we ook zorgvuldig te werk gaan en uh, de tijd nemen. Maar uiteraard is de intentie om 3 januari uh, de selectie uh, bij elkaar te hebben. Uh, die straks uh, de eerste competitiewedstrijd tegen Feyenoord uh, ja, gaat starten.